Hallo, welkom op deze examentraining. Ik ben juf Johanna en vandaag behandel ik het Engels Centraal Examen HAVO 2017, tijdvak 1, tekst 12, Chernobyl. Als het goed is heb je een kopie van het examen, vragenboekje, tekstenboekje voor je liggen, zodat je aantekeningen kan maken. We kijken allereerst even naar de tekst om te zien wat daar zo al aan opvalt. Nou, dan zien we, dit is een korte tekst. En onderaan zien we The Economist. En dat is een krant. En dan bovenaan Chernobyl. Wat valt er op in de tekst? Het begint met Sir. Oké, meneer. In andere woorden, iemand wordt aangesproken. Dus daar kun je ervan uitgaan. Er staat ook om een professor Stephen Bondi. Meneer Stephen Bondi heeft het geschreven. Dus dit is een brief. In de krant, een ingezonden brief in de krant, dat weten we nu al. We hebben nog verder helemaal geen Engels gelezen, weten we al dat het een ingezonden brief in de krant is. Over iets wat eerder in de krant is verschenen. En dat mensen reageren op iets wat vroeger is verschenen. Nou, we zien hier in het begin staan The Book Review of Four Fields. Oké, dus hij reageert op een book review. En verder komt er hier in de tekst ook nog een keer Chernobyl. Hier zie je Chernobyl staan, hier zie je Chernobyl staan. Dus daar gaat het echt over, over Chernobyl. Wat was ook weer Chernobyl? Dat heb je misschien in de geschiedenis geleerd of thuis over gehoord. Dat is een plaats in Oost-Europa waar een kerncentrale is ontploft in 1986. En daar kwam allemaal straling vrij en er was een grote wolk en die waaide richting Zweden en toen over West-Europa. En daar ter plaatse was het echt wel een ramp, herinner ik me nog goed. Maar ja, in elk geval, daar gaat dus dat boek over. En dus ook deze reactie op de recensie van het boek. Dan gaan we nu naar de vragen kijken om te zien op wat voor manier moeten we dit nu lezen. Tekst 12, kijk hoeveel vragen er zijn. Oké, drie vragen. 14. How does paragraph 2 relate to paragraph 1? Nou, dit is net als bij een gap. Bij een gapvraag, hè, zo gaat de vraag. Als je zo'n vraag krijgt over hoe gaat de ene, wat voor verhouding heeft de ene paragraaf met de andere paragraaf. En er zijn dan een aantal mogelijkheden. Dan is het beste om van tevoren dat maar alvast te verklaren. Zodat als je het straks gaat lezen, dan zie je in één keer wat het moet zijn. Dus deze geel aangegeven woordjes. Die vertalen we even in het Nederlands en dan zetten we erachter. Dan kun je zeggen, ja, dat kost veel tijd. Dat kost, nu lijkt het even veel tijd te kosten, maar strakjes zie je dan in één keer wat het moet zijn. Dus A, clarifies, verheldert. Contradicts, spreekt tegen. Expands, dat betekent breidt uit. Illustrates, geeft met een voorbeeld aan. Supports, ondersteunt, onderbouwt. Nou, dan stop. Op het examen, als je zoiets hebt en je weet het niet meteen wat het betekent, moet je het opzoeken. En dat kost dan wel even tijd, maar dan weet je straks, omdat je het er in het Nederlands bij geschreven hebt, weet je straks, als je het leest, zie je meteen van, oh, die moet het zijn. Dan voorkom je heel veel twijfel. Oké, volgende vraag. Dat begint met een citaat. Even met rood aan. Here, radiation has left the land flat and bleak for miles, triggering mutations in flora and fauna and leaving everything ill. Uit paragraaf 1. Gaan we straks ook dat citaat opzoeken en met rood aangeven in de tekst. Deze zin is een voorbeeld van de dramatische manier waarop het onderwerp vaak beschreven wordt. Ja, want de straling heeft het land plat en bleek achtergelaten voor kilometers aan een stuk, triggering mutations en veroorzaakt dat er allerlei mutaties in de flora en de fauna zijn ontstaan, dus in de dieren en in de planten, en leaving everything ill, en alles is ziek geworden. Nou, dat is behoorlijk dramatisch, die beschrijving. Nou, en dan staat er verderop in de tekst, typeert de schrijver deze stijl met twee woorden. Dus dan heeft hij nog in de tekst nog één keer de schrijver van de tekst, terwijl dit is een citaat uit het boek. Maar de schrijver van de tekst heeft dan ook twee woorden waarin hij op zo'n dramatische manier
het onderwerp beschrijft. Dus dan, en dan moeten we dan citeer deze typering, twee woorden. Dus we hoeven verder niet op te schrijven waar het staat. Het enige wat we moeten doen is twee woorden geven. Dan 42. Four Fields by Tim D. Oké, dus dat is ook weer een citaat. Straks ook even opzetten. Alinea 1. Geeft Stephen Bondi in deze brief zijn mening over het boek? Oké. Vinden we van de schrijver een mening over het boek? Want hij schrijft naar aanleiding van de recensie van een boek. Maar heeft hij ook een mening over het boek? Zo nee, antwoord nee. Zo ja, noteer het nummer van de alinea waarin hij dat doet. Okay. Nou, ik denk dat het handigste is, omdat het maar een korte tekst is, om gewoon de tekst in zijn geheel te lezen. En dan, als we het helemaal gelezen hebben, kunnen we ook zien hoe paragraaf 2 zich verhoudt tot paragraaf 1 en die twee andere vragen. Dus vandaar gaan we nu naar de tekst. Terug naar de tekst. Ik begin te lezen. Sir, the book review of Four Fields by Tim D. concludes that it is at Chernobyl, where in 1986 a reactor at the nuclear power station exploded, that man's influence on the Earth's surface is at its most poignant. Here radiation has left the land flat and bleak for miles, triggering mutations in flora and fauna and leaving everything ill. Nou, dat citaat hadden we al gezien. Hè? In de vraagstelling kwam dat ook naar voren. Hier, dit stukje. Straks moeten we daar even kijken. Maar hij, de schrijver van deze brief citeert dus het boek. En dan zegt hij dus dat... En die schrijver van het boek zegt dus in dit stukje, wat hier geciteerd wordt, dat de hand van de mens wel heel erg zichtbaar is in deze poignant. Dat moet je dan even opzoeken als je het niet weet, want dat is toch wel een belangrijk woord. Even kijken of dat hier de beste poignant. Als je het opzoekt, dan vind je in het woordenboek het woord schrijnend. Dus dat schrijf ik even bij. Schrijnend. Dus de invloed van de mens is het meest schrijnend in Tsjernobyl, waar dus die nucleaire explosie heeft plaatsgevonden en waar alles in een paar kilometer omgeving helemaal verwoest is. Schrijft die meneer in dat boek. En dan ga ik verder met paragraaf 2, wat dus die professor zegt die de brief schrijft naar de krant. Actually, the exclusion zone around Chernobyl has become a diverse habitat for otherwise endangered species. One species that was no longer found in the wild, Przewalski's horse, has been re-established there. Oké, wat nou belangrijk is in deze alinea, zie je hier dit woord, ik moet het de goede kleur doen. Actually, eigenlijk, en dat geeft aan een tegenstelling. En waar is het een tegenstelling tegen? Met wat daarvoor is gezegd. Dus dan zet je hier, dat is een tegenstelling met wat hier is gezegd. Dus de eerste alinea gaat over hoe verschrikkelijk het er allemaal uitziet. En dan begint hij in de tweede alinea. Actually, eigenlijk. En wat zegt hij in de tweede alinea? Diverse habitat. En de Przewalski horse is teruggekomen. Terwijl die eerst was hij daar uitgestorven. En nu is dat paardje is daar teruggekomen. Dus hij heeft een heel ander beeld van Chernobyl. Nummer 3. There is much emotional hyperbole around that ignores the factual evidence of what's happening in Chernobyl, Chernobyl's surrounding area. Nou, nog een keer deze zin. There is much emotional hyperbole. En wat betekent dat? Emotional hyperbole. Dat ga ik even onderstrepen. En wat betekent dat? Dat ga je dan even opzoeken als je dat niet weet. En ik kan het je nou vertellen. Emotionele. En hyperbole is overdrijving. Dus er is veel emotionele overdrijving around that ignores around. Hè? Dus er gebeurt heel veel emotionele overdrijving. There is much emotional hyperbole around that ignores the factual evidence on what's happening in Chernobyl's surrounding area. Want wat is de factual evidence? Dat de habitat van flora en fauna juist er heel goed uitziet, zegt hij. As far as fauna and flora are concerned, the positive effects of the absence of humans seem to outweigh the hazards of radiation.
Gevaren van de gevaren betekent dat. Zet ik er ook even bij. Hazards. An unmolested wilderness of refuge has developed. Het is een onverstoorde wildernisreservaat is ontwikkeld. Dus hij is heel positief juist over die omgeving van Chernobyl. Terwijl iedereen zegt dat het zo vreselijke verwoesting is. Met die straling die ontstaan is door het ontploffen van die kerncentrale. Oké, dan kijken we naar de vragen. Pak even je kopie erbij, want ik blijf nou even bij de tekst, terwijl ik de vragen in mijn hand houd. How does paragraph 2 relate to paragraph 1? We hebben gezien, paragraaf 2, dat hij daarin die tegenstelling oproept. Actually, en dan vertelt hij over dat paardje dat terug is gekomen en nog andere dingen ook. En ook we zien in het woordje actually dat hij dus tegenspreekt wat er in paragraaf 1 wordt gezegd. En welke van A tot en met E zegt dat? A, B, zie je dat? Zie je meteen. Dus 40 moet zijn, vraag 40 is het antwoord B. Dan dat citaat. Here radiation has left the land flat and bleak for miles, triggering mutations in flora and fauna, leaving everything ill. Dat is een heel dramatische omschrijving. En als waar, verderop in de tekst typeert de schrijver deze stijl met twee woorden. Verderop in de tekst. Nou, in alinea 2 heeft hij het over dat er dieren en planten terugkomen. Dus dan moet het in paragraaf 3 zijn. There is much emotional hyperbole around that. Around, that ignores the factual evidence. Oké, en daar heb je het antwoord. Emotional hyperbole. En dus emotionele overdrijving. En dan verwijst hij dus naar het citaat in de eerste alinea. Citaat uit het boek. Dus 41 is emotional hyperbole. Die twee woorden moet je opschrijven. Dat is het enige wat nodig is. Voor de rest hoef je niet dingen op te schrijven. De alinea of zo hoeft allemaal niet. Dan 42. Four fields. Alinea 1. Nou, dat highlight ik dan ook eventjes. Want dan zie je dat is dit. Moet ik het wel goed doen? Oh, nou ja. Ik bedoelde eigenlijk zo. Dit is wel bedoeld. Voorfield. Dat is de titel van het boek. Geeft Stephen Bondi in deze brief zijn mening over het boek? Oké, wat hebben we gezien? De eerste alinea is puur een citaat. Dus daar geeft hij geen mening. In de tweede alinea vertelt hij dat hij eigenlijk die auteur van het boek geen gelijk heeft, want er komen allerlei dieren en planten terug. En dan in paragraaf 3 zegt hij, there's much emotional hyperbole around. It ignores the factual evidence. Hij zegt, dus gaat heel veel emotionele overdrijving is er aan de hand. Dat de feiten ontkent. Of dat negeert. En dan gaat hij verder over hoe geweldig het er daar nu uitziet. Schrijft hij verder nog over het boek? Nee. Dus het antwoord op vraag 42 is gewoon nee. En dan hoef je helemaal niet verder alinea's of zo aan te geven, gewoon nee. Want hij heeft het over die emotionele overdrijving in het algemeen die plaatsvindt. Maar hij zegt niet, ik vind het een waardeloos boek, of die meneer moet zijn research beter doen, dat zegt hij allemaal niet. Hij heeft het over emotionele overdrijving in het algemeen, around, hè? In het algemeen. Oké, dat was het voor tekst 12. Bedankt voor het meedoen en tot het volgende filmpje.